geen sleutel had. Hoezo wist jij niet? Omdat we weggaan. Knol Power. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik zal heel eerlijk zeggen, ik zit echt in een dip. Ik zit echt serieus in een dip. En misschien zijn jullie dat niet Daar ga ik al. Misschien zijn jullie dat niet gewend van mij. Omdat ik altijd vrolijk ben en leuk en actief en druk en energiek. En aan de ene kant voel ik me ook wel zo. Maar ik kom gewoon de laatste tijd zo moeilijk mijn bed uit. Normaal gesproken ben ik gewoon 7 uur bam, 8 uur bam. Ben ik gewoon wakker, ben ik uit bed. Terwijl het eigenlijk geen eens hoeft. Maar dan heb ik gewoon zin in de dag en dan wil ik ervoor gaan. Dan wil ik leuke dingen doen. En nu is het gewoon 10 uur dat ik uit mijn bed ging. Terwijl ik sinds 8 uur al wakker was. En dan zit ik gewoon de hele tijd heen en weer te rollenbollen. En dan heb ik zoiets van, ik heb geen zin. Zo gek, het is helemaal niet mij. Ik wilde dat toch eventjes kwijt met jullie. Ik wilde wel een hele leuke dag van gaan maken. En nu zit ik in de auto en ik ga straks sporten. Ik heb een sportoutfit aan. Misschien ligt het daar ook wel aan. Ik bedoel, ik ben wel een week op windsport geweest, maar ik heb een hele week niet gesport en ik mis het. Dus ik heb er zin in. Daarom ben ik nu heel erg hyped en heb ik, let's go. Maar in ieder geval, op het begin, als je een nummer hoort, dan heb je soms zo'n gevoel, weet je wel, van, oh, lekker. En dat heb ik zo ook met dit nummer. Als ik dan het begin van zo'n nummer hoor, dan denk ik, yeah! Maar dat heb ik ook bij dit nummer. Oeh. Deze vind ik zo ontzettend mooi en goed in elkaar gezet. En de boodschap is echt prachtig. Echt heel erg mooi. En de titel van het nummer, dat zijn dus cijfers. En dat schijnt dus een telefoonnummer te zijn van de suicide line. Oftewel, het is een nummer wat je kan bellen. Dat stel voor. En laat even duidelijk zijn. Dit is absoluut niet waar ik heen ga. Want dit is een beetje 1 plus 1. Maar zo bedoel ik het helemaal niet. Want ik zei zo net, ik zit niet lekker in mijn vel. En nu heb ik het over de zelfmoordlijn. Dat bedoel ik helemaal niet hoor. Maar dit is een nummer. En die titel, dat is het netnummer van een zelfmoordlijn. Dus stel voor, je weet het echt niet meer. En je ziet het leven niet meer zitten. Want er wordt nog veel te vaak zelfmoord gepleegd. Dan kan je dit nummer bellen. En Logic heeft dit nummer gemaakt. En heeft dus de titel van het nummer dat nummer gegeven. Hoe mooi is dat? Echt een prachtige boodschap. En het nummer is echt, echt heel erg chill. Maar ik denk dat de meeste van jullie hem ondertussen wel kennen. Dit nummer kennen jullie denk ik ook wel. Dit is ook weer, je hoort het begin van het nummer en je denkt, yeah, dit nummer! Woo! Komt ie. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rockstar. I done dated towns so many years, years that I won't get back. I'm not afraid. I'm not afraid to take a stand. It's been a ride. Everybody, I guess I had to go take that place to get to we this walk this road together through the storm. Whatever in that weather, place. Cold or warm, just let me know out. That you're not alone. Just follow me. If you feel oh my god, dit nummer heb ik echt plat gedraaid. Sowieso, dit album van Eminem, dat heet Recovery. Daar staan zulke steengoede nummers op. Dat is echt niet normaal. Maar goed, ik zit alweer veel te lang in de auto. Lekker met jullie te kletsen. Laten we maar eens even gaan werken in plaats van kletsen. We gaan even sporten. Let's go. Wat was dat ongelooflijk lekker. Ik heb spierpijn aan mijn benen, mijn billen, mijn armen, mijn buik. Eigenlijk overal doet het
doet het al meteen pijn. Maar dat is goed, dat is lekker. Nu alleen nog even een douche nemen. Hallo Reetje! Wow, ik schrok me dood. Ik zat je al te zoeken. Hallo schatje. Hoe was het op school? Ik ben eerlijk om een aardig antwoord. Mag ik hem invullen voor je? Mm-hmm. Echt superleuk, ontzettend naar mijn zin gehad. Jee! Zat ik dicht in de buurt? D is... Waarom nou weer D? Omdat jij als laatste naar buiten gaat en jij laat de deur achter je deur vallen. Wist ik van dat je geen sleutel had? Hoezo wist jij niet? Omdat we weggaan. Ja, omdat we weggaan, maar we moeten toch nog een doos pakken? Ja, dan kunnen we... Je hebt sleutels bij je? Nee, jongen, voel maar. Ik heb niks. Oh my god, hoe kan je nou... Ik heb ook geen sleutels. Wat doe je nou seksistisch? Nee, ik wil je gewoon even voelen. Wel een wegwerpcamera. Ja, dat heb ik wel. Maar ik heb serieus geen sleutels. Het is zo... Je doet gewoon... Ja, maar jongen... Ja, waarom loop je daar nou heen? Hij is echt wel dicht hoor. Ik hoorde hem dichtvallen. Zo stom. Deze zijn nog 3 dozen en een vuilniszak. Ik heb 2 dozen, zij heeft een vuilniszak en je doet de deur achter je dicht. Ik doe de deur niet dicht, hij valt dicht. Nee, je slaat hem toch nee, dicht? Nee joh. Nee. Nee, echt niet. Oh my god, dit is echt niet de dag en het moment om dit te doen, Dave. Waarom niet? Nou, gewoon. Het ging... Lekker weer. Nee, ik heb gewoon geen zin in dit soort shit. Nou, haal die dozen weg. Gaan we gezegd naar oma, gaan we sleutel halen. En we wilden nog iets goeds doen ook, want we wilden dit allemaal brengen naar de kringloop, want wij hebben deze spullen niet meer nodig. Oh my god. Hi. Gezellig. Oma vindt het gezellig. Heel gezellig. Ze weet nog niet waarvoor we komen. Jij gaat maar zeggen. Ja, ik ga prima zeggen. Hoi oma, ik ben zo dom geweest om de deur achter je te doen. Ga je jammer hier. We gaan nu een hele enge grote waakhond zien. Oh! Een dikke waakhond. Hou hem aan de lijn, ik ben bang. Hou hem aan de lijn. Kom hier staan, Deetje. En zeg maar even tegen je oma waarom we hier zijn. Zeg maar even heel eerlijk tegen je oma waarom we hier zijn. En ze had geen sleutel meegenomen. En ik dacht dat ze wel een sleutel had meegenomen. En toen ging de deur dicht. En nu hebben we geen sleutel. Heel en dan mochten jullie dat oma vlakbij van. Ja. Ja. We hebben zoveel geluk dat je oma in de buurt woont. Echt hoor. Anders hadden we naar je ouders gemoet. Die wonen wel wat verder weg. Ja, dan ben je wel even weg. Ja. Oké. Okay. Oké, nou, waar waren we gebleven? Mijn sleutels. In je zak. Dankjewel. En dan pakken we de laatste doos ook nog eventjes. En wat we gaan doen, is we gaan deze camera gaan we inleveren. Ja, dames en heren, het is echt heel erg ouderwets. Maar we gaan deze camera op rolletjes gaan we inleveren. Want hier hebben we hele coole foto's op gemaakt. Ja, tenminste, dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat denken we. We hebben hier foto's mee gemaakt. Dus het is een verrassing wat er van de rolletjes komt. Dave? Doe de deur maar dicht. Net waaide die dicht. Goed zo. Net waaide die dicht. Nee hoor. Hij is net dichtgewaaid. Nee, hij is niet dichtgewaaid. Jij hebt hem gewoon dicht gedaan. Jongen. Jij hebt hem gewoon dicht gedaan. Ik ga niet meer mee. Ik ga niet meer mee. Hier. Neem je spullen. Nice Deetje. Dit is de car waar we het in moesten doen. Die is meteen helemaal vol. Dus goed werk. En dan gaan we meteen even langs bij onze Turkse vrienden. Want wat gaan we halen? Feta. Ja hoor. De enige echte feta. Hopsakee. We nemen er 2 mee, want eentje gaat door de sla en eentje gaat in het buikje van Dave. Dave gaat dan gewoon in bad liggen. En dan neemt ze zo'n blok feta mee. En dan 5 minuten later kom ik en dan is gewoon de blok feta weg. Nou, de ene trekt een zak chips over. Ik eet zo'n blok feta. Ja. Nou, daar gaat hij. We hebben de wegwerpcamera hier ingedaan. Lang leven de technologie. Kan 2 weken duren voordat we de foto's krijgen. Daar gaat hij. Tot over 2 weken. Ja. Wij zijn al die tijd weg geweest. En wie zit hier weer lui te wezen? Het is niemand minder dan Sok. Wat ben je toch een slaappoes? Ze zit echt alleen. Oh, ze is net wakker. Kijk dat gezichtje. Nou, lieverd. Van die koude handjes tegen je aan. Oh. Nee. Even jou aaien met je eigen staart. Oh. Dat vindt ze niet leuk. Slaapdoos. Oh, oh. Even rekken. Even rekken, ja. Zo, ze gaat met de rug naar je toe zitten, Dee. Naar jou toe. Oké, slaap lekker. Hallo, mama. Wij eten vanavond heerlijke kibbeling met aardappeltjes en ravagottensaus. Zo zeg je dat toch? Ik ben altijd in de war. Ja, volgens mij wel. En ik heb wat lekkere ketchup voor bij de aardappeltjes. We hebben een lekkere salade met dressing. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Wat is dat, Sok?
Wat gebeurt daar? Ga eens kijken. Altijd als er wat geprint wordt, dan vindt Sok dat geweldig. Dan gaat ze meteen naar de printer en dan gaat ze kijken wat er allemaal aan de hand is. Mag ik het hebben? Dankjewel. Dankjewel. Er komt niks meer uit. Hij maakt nog wel geluid, maar er komt niks meer uit. Ik doe hem uit, oké? Uit. Kunnen jullie zien wat voor pet ik op heb? Of laat ik het beter even zo zeggen. Kunnen jullie nog herinneren waar deze pet vandaan komt? Of wanneer ik deze altijd op had? Dit is namelijk de pet die ik altijd op had helemaal aan het begin van mijn vlogs. En ik heb de pet nog steeds. Hij is niet meer in super goede staat. Maar ik kan hem nog wel opdoen zoals jullie zien. De cap hier aan de achterkant die is een beetje, ja, weet niet, een beetje gebogen en zo. Hij is ook heel erg smerig geweest. Ik heb hem in de was gedaan. Alleen hij doet het nog. Ik ben er zo blij mee. Ik kan hem gewoon nog opdoen. Deze pet heb ik dus op het begin van het vloggen gewoon altijd, elke dag opgehad. Ik denk sowieso al 1,5 jaar lang achter elkaar. Misschien zelfs nog wel langer. En ik zag hem daarboven liggen en toen dacht ik, ja, nice, deze ga ik weer een tijdje opdoen. En het voelt goed, mensen. Sowieso shout-out naar iedereen die me aan het volgen is in mijn leven. Ik hoop dat het nog steeds interessant genoeg is voor jullie. Blijkbaar wel, want heel veel mensen kijken nog. Dus duimpje omhoog voor jullie. Dankjewel daarvoor. Ik zie jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. Wordt super leuk. Ik heb iets gaafs op de planning staan. Dus hopelijk zie ik jullie dan. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Mocht je dat toevallig nog niet gedaan hebben. Een account op YouTube is gratis. Dus die kun je gewoon maken en dan abonneren op mijn kanaal. Ik zie jullie morgen. Bedankt voor het kijken. En dikke, vette... Peace. Knol power.